Waarom zie je sterretjes als je plots recht staat? Vanuit Lagaar 27 in Antwerpen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Je kent al het gevoel wel eens dat je te snel recht komt uit je bed en oh, een beetje zwart voor de ogen, wat sterretjes en dan, ja, dan is het voorbij. Okay, goed. Hoe komt dat? Wel, in essentie komt dat omdat er te weinig zuurstofrijk bloed naar het hoofd gepompt wordt. En ik zeg specifiek het hoofd, omdat het zowel naar de ogen als naar de hersenen moet. Eigenlijk zijn de ogen zelfs uitlopers van de hersenen. Als die te weinig zuurstof krijgen, via het bloed, krijg je tunnelvisie. En als de hersenen te weinig bloed krijgen, omdat heel veel stukken van de hersenen bezig zijn met visuele interpretatie, visuele informatie, ja, dan gaat er wat van alles mis. En dan zie je ook rare bliksemschichten, sterretjes, een beetje zoals sommige mensen die een migraineaanval krijgen ook hebben. Dus te weinig zuurstofrijk bloed naar de hersenen. Maar hoe komt dat er dan te weinig gepompt wordt? Is dat omdat als je ligt, dat alles goed gaat en je komt terecht, dat dan het bloed tegen de zwaartekracht in moet omhoog gepompt worden? Wel, om dat te illustreren heb ik een tuinslang. Kijk, als ik deze tuinslang, die ginder aangekoppeld is aan een kraantje water, als ik zeg tegen die man, ja, doe maar open, dan denk je dat de mensen hier op de eerste rij er toch niet zo happy zouden om zijn. Okay. Nu heb ik het volgende als idee. Gesteld dat ik nu die tuinslang eventjes hier over die kapstok hang, zodat die tegen de zwaartekracht in omhoog moet gaan. Als ik nu zeg, ja, oké, doe het maar open, dan gaan jullie nog altijd niet happy zijn. Ondanks het feit dat het tegen de zwaartekracht in omhoog moet gaan. Dus zolang dat kraantje daar voldoende druk geeft, is er eigenlijk geen enkel probleem. Dat heeft te maken met de wetten van de fysica. Dus zolang het hart maar voldoende hard pompt, gaat dat rondcirculeren. En waarom is er dan toch een probleem als je te snel recht staat? Wel, dat heeft te maken met dat je bloedvaten in je benen gaan uitzetten. Op zich zou dat ook geen probleem zijn, waren het niet dat je maar een dikke 5 liter bloed hebt. Dus er blijft gewoon te veel bloed in die benen achter en er wordt te weinig terug naar het hart gepompt. Ja, en dan is er natuurlijk onvoldoende bloed om naar de hersenen te gaan en naar de ogen. Het pompen gebeurt onder andere ook door je spieren van je kuiten die je gaat opspannen. En daarnaast gaan dan bepaalde receptoren in de halsslagaders, eigenlijk drukmeters, baroreceptoren, die gaan ook meten van, tja, hier is te weinig druk. Die zijn die informatie door naar de hersenen en de hersenen gaan dan aan het hart zeggen een tandje bij te steken. Dus harder te pompen en dat ook de bloedvaten in je armen en je benen ook moeten gaan toegaan, zodat er meer bloed terug in circulatie komt. Dus als je moet op wacht staan bijvoorbeeld, ja, dan heb je natuurlijk niet veel beweging van je benen, dus kan dat al wel eens een keer nadelige effecten hebben, zoals te zien is op een beroemde foto waar dat iemand het inderdaad niet kon volhouden. Dus krullen met die tenen, belangrijk, zo die, hè, dat is misschien niet te zien, hè, kan misschien wel, oké. Dus die benen gebruiken. Maar dat als je moet wachten bij de beenhouwer en het duurt wat te lang en je voelt dat zo, ik begin het wat te voelen, dan kan je bijvoorbeeld proberen van op zijn Charlie Chaplin's te gaan staan, zo met je voeten zo helemaal uiteen, want dan ga je die beenspieren en vooral die van de billen ook wat extra opspannen, zodat je terug wat meer bloed in circulatie brengt. Goed. Nu, een groep mensen die bijzonder veel last hebben van deze fenomenen, en men noemt dat eigenlijk orthostatisme, of orthostatische intolerantie, dat zijn astronauten als die terugkomen uit de ruimte. Meestal blijven ze er tegenwoordig een zestal maanden en als ze dan landen op aarde, ja, dan is dat niet echt een fantastisch fijn verhaal, want ze voelen zich best niet oké en hebben heel veel last van dat bijna gaan flauwvallen. Dus ze kunnen zich helemaal niet zo de eerste dagen vrij en vrolijk rondwandelen en oprichten, want die bloeddrukval speelt hen enorm veel parten. En dat is ook trouwens de reden waarom dat als je die landingen bekijkt van de cosmonauten en astronauten, als ze met de Soyuz-capsule geland zijn in Kazachstan, dat die dan eigenlijk uit die capsule moeten gedragen worden, want
niet alleen zijn uw spieren te zwak, maar eigenlijk dat orthostatisme speelt toch wel zeker een heel belangrijke rol. Dus die zitten ook in die kuipstoeltjes en als er dan een hoogwaardigheidsbekleder komt om die te begroeten, dan veren die niet recht en zeggen hallo of geven een knuffel, maar dan zeggen van, vanuit de stoel van ja, kan niet anders. Ja. Dus dat is wel degelijk een probleem. De volgende stap dat de mensheid wil doen, is eigenlijk toch wel naar Mars gaan. Over een aantal jaren is dat het doel. En voor zover dat we weten, is daar geen welkomstcomité. Dus geen ontvangstgroepje die lekker kan helpen bij het uit die capsule dragen. Nee, ze moeten het zelf klaren. Ze moeten het zelf fixen. Dus het is heel belangrijk dat je eigenlijk perfect dat principe van dat orthostatisme gaat begrijpen. En er mogelijk net allicht iets gaat aan doen. Als je het kunt begrijpen, kun je het gaan tackelen. Goed. Nu, een van de eerste suggesties om in een goede richting te gaan, was eigenlijk een experiment dat bijna 20 jaar geleden gebeurd is, waarbij men astronauten in de Space Shuttle op een draaistoel heeft gezet en die laten draaien en eigenlijk gaf dat kunstmatige zwaartekracht. En die astronauten die daar hebben in rondgezwierd, die hadden ook nadien veel, veel minder last van dat orthostatisme dan zij die niet waren rondgezwierd. Dus dat is het effect dat men heeft als je in die draaistoel zit. Een heel fascinerend beeld. En dus men ziet gewoon hoe dat ze rondgedraaid worden. En dus dat was maar een paar minuten, maar blijkbaar was dat op een of andere manier een soort reset, zodat ze veel minder last hadden nadien bij het terugkomen op de aarde. Dat is men beginnen te denken van, goh, hoe zou dat nu komen? Wat is daar nu een van de essentiële onderdelen van? En dan komen we bij het evenwichtsorgaantje. Het evenwichtsorgaantje dient niet alleen voor de ogen te stabiliseren, voor de blikstabilisatie, maar dat dient ook om eigenlijk constant te weten waar is de grond, waar is de zwaartekracht, hè? Wat is de richting ervan? Heel belangrijk, want als je dat niet zou weten vanaf dat je je ogen 's morgens open doet, ja, dan kan je echt wel heel snel vallen, want dan kun je niet oriënteren. Dus die zwaartekracht moet constant in de gaten gehouden worden. In de ruimte ervaren astronauten gedurende die 6 maanden natuurlijk geen zwaartekracht, want ze zijn constant aan het vallen. Dus dat deel van het evenwichtsorgaan dat die zwaartekracht moet detecteren, is helemaal het noorden kwijt, is de kluts kwijt, van weet niet wat er gebeurt. En dan komt dat plots terug in een overdosis van zwaartekracht op aarde. Is echt helemaal ontregeld. En nu was de vraag, van, zou het kunnen dat die astronauten die een erg ontregeld evenwichtssysteem hebben, misschien ook meer last hebben van die bloeddruk? Want uiteindelijk, als je van liggend rechtop gaat staan, ja, dat is ook wel degelijk een verandering van de oriëntatie van de zwaartekracht. Dus misschien speelt dat evenwichtssysteem wel degelijk een rol. Dat was de grote vraag. Dus hebben de afgelopen jaren ons team met internationale samenwerking voor de Europese ruimtevaartorganisatie en de Russische ruimtevaartorganisatie verschillende experimenten kunnen doen waarbij we cosmonauten heel snel nadat ze geland waren op aarde, enfin de eerste dagen, op een draaistoel kunnen zitten. En eigenlijk was het dezelfde draaistoel die in de ruimte is gebruikt, een aantal jaren ervoor. En als we ze dan ronddraaien en we kijken naar de ogen, dan krijgen we een idee van hoe dat evenwichtssysteem functioneert. Want de ogen zijn natuurlijk spiegels van het evenwichtssysteem. En dan zetten we diezelfde cosmonauten op zo'n tilttafel en dan laten we die tilttafel rechtzetten, zonder dat ze zelf hun spieren mogen gebruiken. En ze mogen ook niet vals spelen, dus ook niet met hun tenen krullen. En dan kijken we hoe dat in feite de bloeddruk verandert. En wat blijkt nu? Die cosmonauten waarbij dat het evenwichtssysteem echt wel minder goed functioneerde, dus minder goed die zwaartekracht detecteerde, wel, die hadden ook echt veel meer last om hun bloeddruk op peil te houden als ze van liggend rechtop gingen staan. En dat was echt heel nieuwe informatie. En op een van de congressen waar we dat gepresenteerd hebben, was er een Amerikaan van de NASA en die zei, ik heb 30 jaar zitten wachten om dit soort data te kunnen zien. De reden dat zij dat niet hadden kunnen testen, was omdat de helft van de astronauten die zij getest hadden, hadden ze doen rondzwieren. En de andere helft hadden ze op die tilttafel gelegd. Maar ze hadden nooit hetzelfde experiment bij beide gedaan. Wij hebben dat bij een groep cosmonauten wel gedaan. En dat gaf dus echt enorm nieuwe inzichten, waarbij dat de link tussen evenwicht en bloeddruk werd een beetje ontrafeld en blootgelegd. Dus,
Waarom zie je sterretjes als je feitelijk te snel rechtop komt? Het heeft te maken met dat er te veel bloed achterblijft in je ledematen, te weinig zuurstofrijk bloed naar je hersenen gaat en het evenwicht blijkt daar ook nog wel een kleine rol te spelen. APPLAUS.